Dag beste kijkers en YouTube-vrienden. Deze aflevering. Hoe vul je jouw nieuwe baitcaster combo optimaal met gevlochten lijn en eventueel backing daaronder? Hoe zorg je ervoor dat je met huistuin- en keukenmiddelen in je eentje die baitcaster perfect vol zet met lijn? Daar gaan we het vandaag over hebben. Zien is dat de lijn behoorlijk goed is opgespoeld, de 150 meter 1400ste. Echter moet hij een millimeter onder deze schuine rand zitten, dus er zit net te weinig op. Wat we nu doen is volspoelen bovenop de gevlochten lijn met nylon. Totdat hij een millimeter onder de schuine rand zit en dan weten we precies dat als we dadelijk de boel omgekeerd gaan omspoelen, dat er precies genoeg nylon op zit. De draad moet van de bovenkant van de klos komen, omdat de nylon geheugen heeft. Goed, we hebben de backing, dus de nylon, hebben we bovenop de gevlochten lijn geplaatst. En zoals je ziet is de spoel nu wel opgevuld tot precies het juiste level. Ik heb hier het uiteinde van de nylon die hier op de spoel zit. Die plak ik nou hierop. En wat ik nou ga doen is natuurlijk handmatig. Hij staat in de vrijloopstand. Ik zet hem met de spool tension lekker strak dat hij niet gaat kinken. Dan ga ik gewoon handmatig dit erop draaien. Totdat die leeg is. En dan heb ik op deze klos precies de juiste hoeveelheid backing die ik dadelijk ga gebruiken op de kale spoel van de rail.
Oké, ik heb de nylon die bovenop de gevlochten lijn zat, heb ik op deze spoel gespoeld. Dat heb je kunnen zien, dat heb ik handmatig gedaan. Dit zit nog aan elkaar geknoopt. Daar gaan we een eind aan maken. Dit spoeltje met de afgepaste hoeveelheid nylon leggen we apart, gaan we dadelijk gebruiken. Als deze er weer afgespoeld is, om dit op de kale spoel als backing te plaatsen. En dan hebben we hem precies afgemeten vol genoeg zitten met opvulnylon.